Volgens fiscaal expert Werner Nimmegeers creëren de Amerikaanse banken geld uit het niets. Daarmee brengen ze niet alleen de Verenigde Staten in de problemen, maar plegen ze hiermee een hold-up op Europa. Nimmegeers legt uit hoe dit mechanisme in elkaar zit. We hebben een opnieuw een turbulente week achter de rug met veel nieuws over de financiële wereld. En met veel kritiek ook op die financiële wereld. Met name onze premier Yves Leterme heeft zich boos gemaakt over de 4 miljoen euro die meneer Mittler van Fortis heeft opgestreken. Net voor hij zichzelf ontsloeg bij de bank om daarna als adviseur verder te blijven werken. De premier vindt dat volledig onethisch en verzet zich nu ook tegen de andere gouden parachutes in de sector. Er wordt een wetsontwerp voorbereid. Iedereen schaart zich daar nu achter. Er zijn enkele partijen die zeggen van, eigenlijk kan dat niet. Wat de privé doet, is de privézaak. Daar moet de politiek zich niet mee bezighouden. Wat is uw kijk op die zaken? Ja, mijn kijk op die zaken, dat een populistische stok is om dus een hond mee te slaan eigenlijk. Dus een verkeerde aanpak van de problematiek. Het zijn hoegenaamd niet de gouden parachutes die aan de basis liggen van de kredietcrisis. Hè. Het zijn niet de gouden parachutes in België die aan de basis liggen van de kredietcrisis. Trouwens, wat die managers hier in België krijgen, of sommigen zagen zich toe-eigenen, zijn peanuts. Hè. En, het klinkt raar, maar het zijn effectief peanuts in vergelijking met de bonussen, de tot de verbeelding sprekende bonussen die de bankiers op Wall Street zich toe-eigenen. Hè. Dus die hebben daar zomaar eventjes 70 miljard of 1/10 van het Paulsenplan in eigen zakken gestoken. Dat is pas schandalig. Dus als we die Wall Street parachutes gouden parachutes noemen, dan hebben onze Belgische managers een sigarettenblaadje in handen. Ja, maar wat inderdaad gebeurd is in de Verenigde Staten, is dat al die banken hun managers effectief globaal 70 miljard dollar aan bonussen hebben uitgekeerd binnen hetzelfde jaar waarin dat die crisis is losgebarsten. Een crisis die zijn ontstaan eigenlijk kent in de Verenigde Staten zelf. Die crisis is ontstaan in de Verenigde Staten, inderdaad. Bovendien, het management van de Belgische banken heeft daar geen fout aan. Het enige dat we hen zouden kunnen verwijten, is dat ze Amerikaanse producten hebben aangekocht. Maar dan nog, die producten die de Amerikanen op de markt hebben gebracht, droegen het zegel van geloofwaardigheid en kredietwaardigheid. En dat was door ratingsbureaus allemaal goedgekeurd. Dus de bankiers in Europa, in het algemeen en België in het bijzonder, konden een redelijk vertrouwen stellen in die Amerikaanse producten. De oplichting situeert zich echt in de schoot van de Amerikanen. Ja, dat is een belangrijke analyse. Als we ervan uitgaan dat er moet een mondiale oplossing komen, zegt men, voor die bankencrisis, dan zit je toch met twee verschillende systemen. Je hebt het Europees systeem, met de Europese Centrale Bank nu als nieuwe speelfiguur rond die euro. Maar je hebt ook het Amerikaans systeem, met de dollar als wereldmunt en met de Federal Reserve, die daar eigenlijk... Men zegt dan, ja, de Federal Reserve is een beetje zoals de Amerikaanse Nationale Bank, maar eigenlijk is die Federal Reserve geen echte Nationale Bank. Wel, de Federal Reserve is gewoon een kartel. Hè. En daar zal waarschijnlijk heel veel mensen van opkijken, omdat kartels verboden zijn en omdat Europa een wetgeving heeft, een antikartelwetgeving, zelfs Amerika een antikartelwetgeving. Maar de bottom line is, in essentie, bij de oprichting, is het Amerikaanse Federal Reserve System een kartel. Het is opgericht in 1910... door 7 vermogende Amerikaanse particulieren die op dat moment een kwart van de wereldassets hadden. Hè. Het is opgericht op Jekyll Island en het heeft geduurd tot 1913, tot wanneer het Amerikaans congres op kerstavond, toen heel veel opposanten tegen die wet naar huis waren om kerstdag te gaan vieren, hebben ze die act door het congres gesleurd. En daar heeft dus het kartel van banken, commerciële banken, het zegel van geloofwaardigheid gekregen. Zich omkleed met ja, de geloofwaardigheid van een wet. Oké, de federale overheid benoemt wel de gouverneur, maar in essentie, de partners van het Federal Reserve System in Amerika zijn commerciële banken. En dat is totaal te onderscheiden van Europa, waar onze centrale bank, de ECB, in handen is van de 27 lidstaten. Ja, dat wil zeggen dat die Federal Reserve, de aandelen van die bank, eigenlijk in handen zijn van de grote commerciële Amerikaanse banken. Inderdaad, en dat is zeer goed gepercipieerd en men maskeert dat. Alleen op de een van de partners van de Federal Reserve, de Federal Reserve Bank van Dallas, op die website komt men ervoor uit dat de Federal Reserve System gebaseerd is op een alliantie, een kartel van commerciële banken, die bovendien zichzelf het monopolie van geldcreatie hebben toegeëigend. Dus ze staan met de geldpers in hun kelders. U zegt toegeëigend, eigenlijk was dat ook het opzet van de Federal Reserve. Zij moesten de hoeveelheid geld, de hoeveelheid dollars, eigenlijk gaan controleren en eigenlijk gaan besturen.
Nee, nee, het opzet is geldcreatie. Hè? Dus, en ze kunnen dat dan met mondjesmaat creëren, maar eigenlijk de Federal Reserve System is opgezet door 7 vermogende particulieren, niet omdat ze vrienden waren, maar omdat ze zich als concurrenten echt naar het leven stonden. Dus de overlevingskansen van hun banken waren bedreigd door hun moordende onderlinge concurrentie. Trouwens, in die tijd noemde men de bankiers op Wall Street de Money Trust en werden er allemaal verwoede pogingen ondernomen om de macht van de Money Trust te breken. En men zag de bui hangen en om daarop te anticiperen hebben ze zelf de wet geschreven en hebben ze zelf eigenlijk de haten in de wet ingebakken en hebben ze het dan anders voorgesteld naar de buitenwereld toe. Ja. En waar het nu eigenlijk in essentie op neerkomt vandaag de dag, is dat in de Verenigde Staten die Federal Reserve, die die geldvoorraad beheert, eigenlijk ook mee instaat voor al die afgeleide producten die eigenlijk gebaseerd zijn op diezelfde geldomloop. Ja, maar eigenlijk de Federal Reserve Bank, de Federal Reserve System, creëert geld in eerste instantie als de overheid komt aankloppen. Een overheid zit altijd in geldnood. De schatkist is altijd leeg en de overheid heeft altijd meer geld nodig. Wat kunnen we doen als overheid om meer geld te innen, is uw belastingen verhogen. Dus je ziet eigenlijk de essentiële koppeling van geld aan arbeid en diensten en goederen. Maar op een bepaald moment is uw bevolking platbelast en is er geen ruimte meer om nog meer belastingen te heffen. Maar misschien zijn we dan nog maar in mei, juni of september van een bepaald jaar en moet de overheid nog enkele maanden coveren. Wat doet ze? De Amerikaanse overheid gaat naar de Federal Reserve System en ze zegt, kijk, ik heb 1 miljard dollar nodig. En dan neemt de Federal Reserve System een checkboek en ze schrijft een check uit. Ze creëert geld uit het niets. Ik laat hier even een korte pauze, dat dat goed zou doordringen. De Federal Reserve System creëert geld uit het niets. Wordt overhandigd aan de federale overheid. En dan krijgen die dollars waarde. De federale overheid betaalt daar ambtenaren mee, politieagenten, weet ik veel. Die mensen gaan dan met hun maandloon $1000 naar de bank. De commerciële bank. De oprichters van de Federal Reserve System. Dan krijgen ze echt geld binnen. En wat doen ze dan? Dan gaan ze die kredietcrisis, die bubbel. In Amerika moet men 1/10 van de financiële reserve aanhouden. 1/10 van de deposito's aanhouden als financiële reserve. Wat gaan ze dan doen? Die 1000 gaan ze 9 keer uitlenen. Ze gaan niet 9 keer 100 uitlenen om 100 in reserve te houden. Hè, want dat zouden wij doen als goede huisvader. Nee, nee. Ze gaan dat vermenigvuldigen. Ze zeggen, we hebben 1000 in depot, dus kunnen we 9000 uitlenen. Want als we 10.000, 1000 in depot, is 1/10 van 10.000. Dat is een omgekeerde berekening. En zo ontstaat die wolk van aan papieren geld, aan niets eigenlijk. Ja. En wat wij nu moeten doen, is vanuit Europa geld ophoesten, om daar als paraplu te gaan dienen voor die wolk. Inderdaad. Wij moeten eigenlijk paraplu, vangnet, allee, het is te zien als noodrem, veiligheidsriem, veiligheidsgordel. Er zijn verschillende bewoordingen voor. Maar inderdaad, Europa, maar Europa niet alleen, de hele wereld, Rusland, Azië, Australië, Nieuw-Zeeland, iedereen, overal, wereldwijd, moet in de bres springen om dus het Amerikaanse moneymaking system, dus echt het creëren van geld out of nothing, te dekken. En dat is eigenlijk onverantwoord. Eigenlijk plegen de Amerikanen een holtop op de wereld en dat is onverantwoord. Anderzijds, die dollar is natuurlijk wel een wereldmunt. Petroleum wordt in dollar uitgedrukt, hout wordt in dollar uitgedrukt. Niet in euro's, niet in yenzo en andere munten. De dollar is wel de standaardmunt in wereldwijd. Dat is bij conventie. Nogmaals, olie. Die Arabieren moeten naar olie boren, olie oppompen. Ze moeten ze in vaten gieten, dus daar komt arbeid bij kijken. Ze hebben een product, olie, dat wordt verkocht op de wereldmarkt, maar bij conventie is men overeengekomen om dus dat vat olie in dollars te betalen. Dat betekent dat u en ik hard moeten gaan werken voor euro's te verdienen, die we dan omzetten, waar dat we dollars mee kopen, om dan met die dollars de olie te gaan kopen. Wat doet een Amerikaan? Zoals gezegd, hij pakt een blad papier en zet er een stempel op en zegt, kijk, dat is $1000 waard. Ik vind dat toch wel een gigantische discrepantie in inspanning, zowel naar de Arabieren die olie pompen, de Europeanen of andere burgers wereldwijd die werken, en de Amerikanen met hun geldcreatie. Ja, dat is juist. Het is trouwens een merkwaardig statement, maar de omloop van valse munten wordt een beetje gebruikt ook als graadmeter van de sterkte van de munt, en er zijn meer valse dollars dan valse euro's in omloop. Dat is een van de graadmeters die men bij nationale banken ook gebruikt. Nu, de vraag is, wat kan je daaraan doen natuurlijk, aan heel deze
wereldconstructie. Er komt op 15 november een bijeenkomst van de G20, de 20 machtigste landen ter wereld. Die moeten de basis leggen voor een nieuw mondiaal financieel systeem. Moeten we dan die dollar onderuit trekken en heel het Amerikaanse systeem onderuit halen? Ja, als je dat doet, creëer je natuurlijk een wereldcrisis. Nee, wat je moet doen is eigenlijk hier bij deze, hopelijk kijkt Letarme naar deze uitzending, en in de plaats van op de kap te zitten van die ochotkes, die 4 miljoen euro van iemand die toch 20 jaar van zijn leven voor een bank heeft gewerkt en ze echt heeft grootgebracht, hè, in plaats van op die mens zijn kap te zitten, zou hij beter zijn telefoon pakken en naar Sarkozy bellen, want ik denk niet dat Letarme op de top van de G20 zal uitgenodigd zijn, en Sarkozy duidelijk maken, en ik denk dat Sarkozy wel zal reageren, want Sarkozy is een doortastend president met echte staatsmanscapaciteiten, en bij dan zodanig dat Sarkozy in naam van de Europeanen op de tafel klopt bij de Amerikanen om te zeggen, kijk, dat kartel van jullie Federal Reserve System, dat moet gedaan zijn. Wij, Europa en de rest van de wereld, wij betalen niet meer voor jullie oplichting. Dat is duidelijk. Dat is eigenlijk de eerste stap die moet gezet worden. En ook die stemmen die opgaan dat de Vlaming naar school moet gaan om met geld te leren opgaan, dat is totaal verkeerd. Ik bedoel, ze gaan ons doen sparen. Ons doen sparen en wij gaan het weer uitlenen aan de Amerikanen die het verpatsen. Nee. Als er iemand met geld moet leren omgaan, zijn het Amerikaan. Op een gezonde manier. Je kan dat natuurlijk wel zeggen, maar dan moet je wel een alternatief in de plaats stellen. Wat u eigenlijk doet, is een pleidooi houden om heel die geldcreatie die gebaseerd is op niets, om daar toch terug een soort standaard in te voeren. Dat is een verkeerde interpretatie, maar het is goed dat je mij daar attent op maakt. Nee, dat zijn de eerste twee stappen. In het licht van 15 november, wat er eerst moet gebeuren vandaag en morgen naar 15 november toe. Wat moet er gebeuren na 15 november? Is eigenlijk een voorbeeld nemen aan ons Europees systeem met een sterke centrale bank, gehouden door overheden, die dus toch een beetje in goede banen leidt. Ik bedoel, men heeft geen vertrouwen in een overheid. Ik denk dat we nog minder vertrouwen kunnen hebben in commerciële banken als het om geld gaat. Ik bedoel, ze zijn echt op winst belust. Overheden hebben nog meer belang bij een stabilisatie van het systeem. Dus naar het voorbeeld van onze Europese centrale bank, een Amerikaanse centrale bank invoeren. En dan misschien ook terugkeren naar een concrete koppeling van de munt aan een of andere standaard, de goudstandaard. Dat kan moeilijk zijn, dat kan misschien een langere periode zijn. Sommige macro-economen spreken zelfs van een periode van 40 jaar, die zal nodig zijn om op relatief zachte wijze om te schakelen van nu die louter papieren dollar naar weer een aan het goud gekoppelde munt. Dus daar zit een langere periode, maar de stabiliteit, een sterke centrale bank in handen van overheden en niet van commerciële banken en weer een koppeling van de munt aan een of ander standaard, goudstandaard. Of dat mag ook natuurlijk goederen en diensten zijn, want dat is even goed. Bij conventie heeft men goud genoemd, maar men kan ook de totaliteit van goederen en diensten nemen in de maatschappij. Ja, u noemt hetzelfde goudstandaard. Daar is natuurlijk massaal veel over te doen geweest. Ons geldcircuit is natuurlijk decennia lang gebaseerd geweest op die goudstandaard. Die is nu eigenlijk volledig afgeschaft. Met name onder invloed van een van de grootste economisten, of toch zegt men wereldwijd, Keynes, die zeer tegen die goudstandaard was. En die zei van ja, je kan met een dood metaal kan je geen economie runnen. Je hebt geld nodig, je hebt liquiditeiten nodig om een politiek te voeren, om inflatie tegen te gaan, om recessies te ontmijnen en om die economie te laten draaien. Je kan dat niet koppelen aan iets vast, je moet dat koppelen aan iets dynamisch. Ja, je moet dat koppelen aan iets dynamisch, inderdaad. Dat is ook eigenlijk daarom dat de Amerikanen nood hadden, al van in 1910, aan een zogenaamde elastische munt. Hè. Maar concreet heeft men de koppeling losgelaten, dus de koppeling van de dollar aan het goud, in 1971, omdat Nixon zijn oorlog in Vietnam niet kon betalen. Dus run the money press, gewoon dollars drukken om het leger te betalen. Goudstandaard is een manier van koppeling. Als je het hebt over een elastische munt, kan die perfect de goederen en diensten volgen in de maatschappij. Dus goud is een product, zilver is een product, olie is een product, auto's zijn een product. Dus je kunt uw munt koppelen aan de massa goederen en diensten in de maatschappij. Dat moet niet noodzakelijkerwijs de goudstandaard zijn. Het goud kan daarbij zitten en nog een hele reeks andere producten. Maar het belangrijk is dat uw munt gedekt is. Gedekt door goederen en diensten, door een bepaalde standaard. En dat je niet zomaar de geldpers laat draaien. Dat is belangrijk. Ja. Nu, die goudstandaard, die is altijd
onder druk komen te staan in crisisperioden. Een van de eerste crisissen was de Eerste Wereldoorlog, waar men inderdaad massaal veel goederen moest bijcreëren, waar er geen hout genoeg was om al die heldinflatie te dekken die er in omloop werd gebracht. Na de Eerste Wereldoorlog is men die houtstandaard in vraag gaan stellen. Dat is geëindigd in de fameuze crash van de jaren 30, waar heel het systeem bijna aan elkaar geslagen is. Nu hebben we toch een aantal decennia meegemaakt zonder houtstandaard, waarin dat die inflatie onder controle was, waarin dat we een gecontroleerde economische groei hadden. We hebben nu dat excess gekend vanuit de Verenigde Staten, maar het systeem werkt toch zonder hout. Het systeem werkt op zich, werkt het systeem eigenlijk zonder goud. Het belangrijkste is eigenlijk een sterke centrale bank. Niet een centrale bank die in handen is van bankiers die naar believen geld kunnen creëren. En daar gaat het om. Ik bedoel, dat is eigenlijk belangrijk. Dus een centrale bank in eerste instantie die niet in handen is van bankiers die naar believen geld kunnen creëren om hun eigen winstbejag te realiseren. Dat is eigenlijk het systeem. En nadien, of uw munt nu gedekt is door goud of de goederen en diensten in de maatschappij, dat maakt dat is dan minder belangrijk, als de munt maar gedekt is. Ja, nu, het wordt inderdaad een boeiende discussie 15 november, wanneer de G20 samenkomt. Dan moeten de Europeanen eigenlijk zeggen tegen de Amerikanen van wij moeten uw belangrijkste wapen geopolitiek afnemen en koud stellen. Ja, het belangrijkste wapen geopolitiek is eigenlijk de werking van de Federal Reserve System, het kartel, dat eigenlijk moet ontmaskerd worden. Dat is eigenlijk de belangrijkste boodschap naar de G20 toe. De 19 landen wereldwijd die daar met de Amerikanen aan tafel gaan zitten, die zeggen, kijk, dat kartel dat moet opgedoekt worden, we zijn daartegen. Jullie maken ons slachtoffer en wij zijn daartegen. Want de Amerikanen gaan zeggen, zolang wij de wereldorde controleren, zolang wij het Midden-Oosten controleren, zolang wij in Afghanistan zijn, zolang wij Zuid-Amerika controleren, dan zullen wij die dollar houden. Ze mogen de dollar houden. Ze mogen de dollar houden. Maar ze moeten het kartel opheffen. Dus dat is het eigenlijk het probleem. Het probleem zit dan echt daar, dat er geld wordt gecreëerd uit het niets. Hè? En die dollar die mag blijven bestaan. Dat is allemaal het probleem niet. Maar het is de werking als zodanig dat door de wereldleiders moet ontmaskerd worden en zeggen, kijk, hier, dat roepen wij nu een halt toe. Dit is genoeg geweest. Hè? Deze massa dollars dekt eigenlijk de goederen en diensten in deze wereld en we gaan er geen meer bij creëren. Dat is, alhoewel, als ze dat gaan doen, als ze een gigantische crisis hebben, dus daar is eigenlijk een periode nodig van 40 jaar. 40 jaar, zegt men, om dus die geldcreatie langzaam af te remmen. He, want als je dan nu plotseling uit een gigantische recessie is, moet eigenlijk die geldcreatie langzaam afremmen. Een overgangsperiode van 40 jaar. Dus zo erg is het eigenlijk gesteld. Okay. Maar vooral al dat er een paal en perk wordt gesteld aan die ongebreidelde geldcreatie van de Federal Reserve System. Oké, we hebben een nieuwe heer. Op 4 november hebben we een nieuwe Amerikaanse president. We zullen zien wat hij al op 15 november te vertellen heeft. Het wordt ongetwijfeld boeiend om dat op te volgen. Bedankt alvast voor uw analyse.